Ja. Jongens. Geluid? Loopt. Scène 1, take 1. Mag ik dat doen? Scène 5, take 1. Ik ga het doen. Nee. Jawel, want jij hebt het al een keer gedaan. Ik zeg je, scène 2, take 1. Scène... Oh, ik heb een beetje uitgeveegd. Ik ben Wil, ik ben 13 jaar. Mijn voornamen zijn Heidi. En mijn pronouns zijn she, her. She, her. Mijn pronouns are he, him. En mijn pronouns zijn hij, hem. En ik ben een zij. Die dient hen, hun en hij, hem. En ik ben gewoon zij, haar. Is dat gewoon? Ja, voor mij wel. Ja, voor mij ook. Talking about the first time. Dat je een piemel hebt betekent niet gelijk dat je een jongen bent. Weet jullie waar LGBTQIA+ voor staat? Oké, 3, 2, 1. Oh, wow, wacht, wat? Oh. Lesbian. Lesbian. Gay. Bi. Trans. Trans. Queer. Interseksueel. Wat is dat op internetseks? Intersect. Een A? Nu zit je volgens mij gewoon heel het alfabet op te noemen. Ja. Wat was de rest? A. A, dat is aseksueel. Wow. Ja. Plus. En dat staat voor al het andere. Ja. Aseksueel is volgens mij dat je gewoon geen interesse hebt in seksualiteit whatsoever. Dan zit het deze, ja. Turon, zijn er nu dingen tussen waarvan jij niet weet wat het is? Ja, een paar. Ik heb een paar echt nog nooit van gehoord, maar... Maakt me niet uit of je de betekenis ervan kent, maar het is wel belangrijk dat je inderdaad weet dat er meer is. Wat vind je ervan, dat er zoveel verschillende keuzes zijn op het moment? Ja, prima toch. Ja, mij maakt het niet zoveel uit wat je bent. Dus doe leuk wat je vindt, geef jezelf een naampje als je je daar fijn bij voelt. Maar ga je er niet aandacht mee zoeken, om er zo te zeggen. Dat vind ik wel. Het is ook heel veel mensen die op mijn school opeens zichzelf gaan veranderen. En zeggen, ik ben nu opeens aseksueel of panseksueel of wat dan ook. Ga je gang, het interesseert me helemaal niks. Ik kan gewoon goed met je omgaan. Het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Als je je zo voelt, dan voel je je zo. Ja, mij maakt het eigenlijk niet echt uit. En wat vind je ervan dat het sommige mensen dus wel uitmaakt? Ik vind het gewoon raar, want jij bent het niet. Dus eigenlijk heb je er niks over te zeggen. Wat een cool shirt heb jij. Hé, dankjewel. Oh, hij is heel leuk. Met een duif. Compliment. Weten jullie of je hetero of bi of gay bent? Of... Ja, gewoon hetero. Gewoon ja, hetero, ja. Hetero. Niet per se gewoon, maar hetero. Weet jij of je op jongens of meisjes valt of iets ertussenin? Ja, dat weet ik wel. Ja, meisjes. Niet jongens. Ik ben gewoon hetero. Het is niet gewoon, maar maakt niet uit. Zo leer je dat op school, blijkbaar nog steeds. Want in mijn hoofd is dat normaal. Hey, en wat is een coming out? Een coming out is uit de kast komen. Aan je ouders of aan je vriend of aan je tante of je oma of wie dan ook vertellen dat je gay bent. Ja, of trans of gewoon intersex. Iets van de LGBTQ community. Yeah. Ja, precies. Ik ben zelf biseksueel. Dus ik dacht gewoon... Ja, ik dacht van nou, ik wil er zo uitzien. En ik wil met zulke mensen omgaan. Dit zijn mijn types. Maar ja, als je dat allemaal voor jezelf houdt, dan kom je dat vanzelf ook niet tegen. En dan gaan mensen zich ook afvragen van ja, wat is er met jou aan de hand, weet je wel? Waarom voel je je zo?
Dus toen dacht ik van, nou ja, ik vertel het aan mijn vriendinnen. Mm. En toen was het gelijk een soort van open. Kan je ons eens meenemen naar die dag dat je uit de kast kwam in de klas? Nou, ik was dus eerder al naar mijn mentor toe gegaan. Van, hey, dit is wat er aan de hand is. Dit is wat ik wil doen. Top. En wat zei je dan? Nou, ik ben transgender en ik wil graag dat mensen mij aanspreken met een andere naam dan nu in het systeem staat en mensen mij nu kennen. Ik had gewoon zo'n sound. I like woman and men. En toen begrepen ze het gelijk. Toen probeerde ik bij mijn ouders. Nou, toen moest ik het 8 keer draaien. En toen verstonden ze het nog steeds niet. En ik zat daar helemaal huilen. Oh, die video heb ik ook nog. Denk je dat een coming out belangrijk is? Nou ja, in principe denk ik voor anderen is het wel fijn om te weten dat je je zo voelt. Zodat mensen ook niet zich een beetje kunnen aanpassen voor je. Ik denk dat het wel goed is om uit de kast te komen. Als je dat wilt. Het is niet verplicht, dus. Hebben jullie je wel eens geschaamd voor het feit dat je dan, Sepp in jouw geval, ook op mannen en Yildirim in jouw geval op mannen valt? Nou ja, geschaamd, ja, aan het begin natuurlijk wel. Ik denk dat iedereen dat wel had. Meer omdat ze het niet, ik had dat tenminste, ik wilde het niet voelen. Maar ik merkte wel dat steeds meer mijn gevoel gewoon richting jongens ging ook. En ik merkte wel gewoon dat ik daar zelf wel heel veel last van heb gehad. Omdat ik ook gewoon een beetje mijn eigen gevoelens wegzette. En dat ik gewoon tegen mezelf zei van, yo, ik moet met een meisje gaan. Want anders vinden de mensen me, vooral op mijn middelbare school, vinden me dan niet cool, weet je wel. Ik wilde er zo bij horen dat stel een hetero vriend zei van wow, check die billen. Dat ik echt ging opletten, omdat ik dan gewoon mee kon praten met die vrienden van ja, ik zag ze ook inderdaad. Ik heb rijles zeg maar nu, van echt wel een hele leuke rijinstructeur, maar hij vroeg gewoon heb je een vriendin? En dat ik zei van nee, ik heb geen vriendin. Terwijl ik ook gewoon op het moment gewoon een relatie had met een jongen, maar ik zei nee, ik ben single. Omdat ik niet de confrontatie of zo ermee. Ik dacht, voor de rest spreek ik ze toch niet. Dus ik kan gewoon op dit moment zo makkelijk een awkward situatie voorkomen. Denk je dat het leven moeilijker is als je homo bent? Ja, veel moeilijker. Denk je dat het leven makkelijker is als je hetero bent? Niet per se heel erg of zo, maar kijk, het is natuurlijk wel, het is wel gedoe om bij sommige mensen het uit te leggen. En het is altijd hetzelfde verhaaltje die je moet maken als je gay, seksueel, is dat woord, gay, seksueel, gay gewoon bent. Of pan, of wat dan ook. Moet je weer steeds dat verhaaltje vertellen aan anderen. Je kan er misschien om gepest worden om een of andere magische reden. Dus dan is het leven wel harder. Maar bij sommige mensen kan het misschien ook gewoon hetzelfde zijn. Dat ze het gewoon, iedereen het normaal vindt. En ik denk dat het over een paar jaar dat het sowieso zo standaard is dat het niet meer heel erg veel uitmaakt. Wat weten jullie van gender? Je hebt gewoon een jongen en een meisje. Maar tegenwoordig is er volgens mij nog meer. Ik weet het niet precies. Mensen zijn ook non-binair, dacht ik. Dat je geen geslacht wil zijn. Hoe je in je hoofd nadenkt over je gender. Dus bijvoorbeeld de bekendste man en vrouw. Maar je hebt ook non-binair en heel veel andere soorten genders. En gender is dan, gaat dan vooral over wat je voelt in je hoofd en niet zozeer over je lichaam of hoe je dat uit. Mensen zeggen wel eens geslacht zit tussen je benen. En gender tussen je oren. Je kan wel een piemel hebben, maar dat betekent niet dat je gelijk als een jongen voelt. Denk je dat het belangrijk is dat je weet wat je gender is? Nee. Als je bijvoorbeeld een formulier invult, dan kan je kiezen tussen man, vrouw en anders. Of ik wil het niet zeggen. Of ik wil het niet zeggen, ja, dat zie ik wel vaak. Dus ik merk dat de wereld daar wel voor open staat. Ja, dat vind ik ook wel aan de ene kant goed, want zulke mensen zijn er ook gewoon. Het zijn ook gewoon mensen. Het is ook gewoon normaal, dus. Nou ja, toen ik jonger was, ging ik bijvoorbeeld Barbies weggooien en zo. En ik rende altijd gelijk naar de jongensafdeling in winkels en dat soort dingen. Maar dat was nooit echt een ding, of zo. Het was gewoon zo. En mensen maakten er nooit zeg maar echt een probleem van. Thank you.
Ja, en toen op een gegeven moment had ik mijn haar kort geknipt. Nou ja, toen werd het natuurlijk wel meer een ding. Want dan gaan mensen me zeg maar aanspreken als jongen. En dan zijn andere mensen van, nee, dat klopt niet. Dan wordt het wel meer een ding. Oké. Okay. Nu op. Mijn haar. Nou ja, is oké. Okay. Hey, en heb je ook wel eens gedacht... Oh, ik zou echt heel, heel, heel graag niet gewild hebben dat ik trans was? Ja. Zo. Vooral ook zeg maar toen in de periode dat de puberteit begon, heb ik daar ook heel erg in klem gezeten. En ook gewoon het feit, ja, als je 11, 12 bent, dan kan je nog geen operaties doen. Je kan eigenlijk niks. Je kan er niks tegen doen. Je bedoelt qua hormonen en operatief dingen daaraan doen? Ja, en dat soort dingen. Gewoon heel erg gewoon gefrustreerd zijn de hele tijd. Mag jij ook nog steeds geen hormonen? Je mag pas hormonen als je 16 bent. Ik zit nu op het moment op de vloer in mijn kamer. Dat andere ding wat ik graag doe in mijn vrije tijd is workouts. Dus ik ga nu even een kleine demonstratie geven van hoe dat er vaak uitziet. Zitten. Hallo, dankjewel. En dan zien we er heel innocent uit. Mag jij ook geen puberteitremmers nog? Nou, naast dat het zeg maar met mijn ouders soms een beetje is, moet je ook eerst allemaal gesprekken hebben gehad voordat dat kan. Dan weer een wachtlijst, allemaal dat soort dingen. Dus dat duurt heel lang nog voordat het überhaupt zou kunnen. En dan heeft het eigenlijk al geen zin meer. En wat is dit met je ouders? Nou, dat mijn vader het er soms niet helemaal mee eens is met puberteitsremmers en dat soort dingen. Vindt hij het moeilijk, denk je, om te accepteren dat jij trans bent? Toen ik klein was, toen had hij daar wel heel veel moeite mee. Toen probeerde hij me heel erg, zeg maar, soort van een beetje aan te praten. Dat is hoe ik het dan ervaarde, in ieder geval. Dat ik toch gewoon een jongensachtig meisje was. En dat ik dan toch niks aan mezelf per se hoef te veranderen en dat gewoon andere kleren aandoen gewoon prima is. Lijkt me best moeilijk als je vader dat dan niet begrijpt of zo. Nou, op zich, niemand die het niet zelf is, zal het ooit echt begrijpen. Maar dat hij me daar toen niet echt in ondersteunde, dat was wel een beetje moeilijk. Interview zei je ook dat je het niet kon voorstellen dat andere mensen het leuk vinden met jou te zijn. Heb je vaker dat soort gedachtes over jezelf? Ik denk het wel, ja. Dat ik gewoon mezelf een beetje laag inschat, denk ik. Want ja, ik heb zelf echt geweldige vrienden nu. En dan snap ik gewoon niet helemaal waarom zij hun tijd met mij om zouden willen gaan. Maar ik ben wel heel blij dat ze dat doen. Want het is altijd heel gezellig. Maar wat zou er dan niet leuk zijn aan jou? Ik zat te denken aan blauw. Ja. Maar een beetje aan de donkere kant. Dus dan wordt het zeg maar ongeveer dat idee. Ik denk ergens dat het ook wel te maken heeft met gewoon trans zijn en zo. Dat je altijd een soort van zoekt naar dingen van jezelf die niet kloppen. En dat is lichamelijk, maar ook persoonlijkheid. Is er iets wat je tegen andere tieners zou willen zeggen die met zichzelf in de knoop zitten? Ik denk dat je gewoon vooral trots op jezelf moet zijn. En dat je gewoon niet bang moet zijn voor andere mensen hun reactie. Gewoon geen gevoelens tegenhouden. Heeft toch geen zin. Word je alleen maar ongelukkig van. Hi. 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 Yeah, hi. I love it. Thank you. Oh,
Maar dat je vrienden je niet leuk vinden, is dat iets wat je zelf bedacht hebt? Of denk je dat dat echt zo is? Verschilt een beetje. Heb je het wel eens gevraagd aan je vrienden? Vind je het leuk om met mij te zijn? Nee. Misschien eens doen. Talking about the first time. Wat is seks? Ja, wat niet. Intiem met elkaar zijn, denk ik. En denk je dat je er toen echt klaar voor was? Nee, denk echt niet. Kun je daar wat over vertellen, de eerste keer? Sorry, mama. Ik ga niet vertellen hoe ik het precies heb gedaan. En ik hoor ook van veel mensen zeggen, ja, het doet echt pijn, bla bla bla. Wat heeft die? Een kind. Ik wil ook niet zomaar iedereen naar binnen laten glijden. Hebben jullie seks gehad? Ja. Ja. En als jullie beiden zeggen van, ja, I'm ready. Het zijn mooie sets, maar heel erg comfortabel zijn ze niet. Heb jij nog vragen over seks en alles wat daarmee te maken heeft? Ga dan naar sense.info voor informatie of anoniem advies.